boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Mijn naam is Anton Dillon. Yo, boys and girls. En welkom bij weer een nieuwe video. Zoals jullie weten is het seizoen van de Jupiler Pro League ten einde gekomen. En jullie weten dat ik elk jaar mijn voorspelling doe. Maar nu is het dus de tijd gekomen. Het is vrijdag vandaag. En ik had nog geen video gepland. En ik had dus gezegd van ik ga mijn... Allee, ik dacht in mijn eigen van ik ga mijn voorspelling nog eens bijpakken. En ja, mijn voorspelling van vorig jaar meegepakt. Ik heb hier het blaadje voor mij waar ik dus op zette. Op 16e plaats had ik Eupen gezet. Eupen is dus ook gezakt. Op de 15e plaats had ik toen Cercle Brugge gezet. Is RWDM geëindigd. Op 14 had ik KV Kortrijk gezet. Is ook KV Kortrijk gebleven. Op 13e plek had ik Sint-Truiden gezet. En daar is Charleroi geëindigd. Op de 12e plek had ik RWDM gezet. Is Standaard geëindigd. Op de 11e plek Westerlo. Daar is Westerlo gebleven. Op de 10e plek had ik KV Mechelen gezet. En daar is OHL geëindigd. Ook best wel goed eigenlijk. Op de 9e plek had ik Standaard gezet. En daar is Sint-Truiden geëindigd. Op de 8e plek had ik OHL gezet. En wie is daar geëindigd? KV Mechelen. Op de 7e plek had ik Anderlecht gezet. Omdat ik zoiets had van, ja, Anderlecht play of 2 gaat wel zoiets zijn. Maar dat is AA Gent geëindigd. Op de 6e plek had ik Charleroi gezet. Maar die zijn dus op de 13e plek geëindigd. En daar is op de 6e plek is dus Antwerp geëindigd. Op de 5e plek had ik AA Gent gezet. En daar is Racing Genk geëindigd. Op de 4e plek had ik Union gezet. Omdat, ja, Union wat waarschijnlijk niet zo'n goede te doen. En daar is Cercle geëindigd. Op de 3e plek had ik Antwerp gezet. En daar is Anderlecht geëindigd. Op de 2e plek had ik Club Brugge gezet. En daar is Union geëindigd. En op de 1e plek had ik Racing Genk gezet. En daar is spijtig genoeg Club Brugge geëindigd. Dus ja, ik heb maar 3 van de 16 ploegen goed. Dus Eupen had ik goed, Kortrijk had ik goed en Westerlo had ik goed. Dus ja, ik heb toch al 11, 14 en 16 goed. Binnenkort heb ik terug mijn voorspelling. Dat gaat binnenkort zijn. Dus ja, nu, mijn voorspelling nu was eigenlijk, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ja, mijn voorspelling van voorspelling Jupiler Pro League 23-24 was eigenlijk, ja, heel erg slecht. Ja, ik had dus, ja, heel erg slecht gekozen. Ik kan er niet anders dan doen. Westerlo en zo is goed geëindigd natuurlijk. Leuven is natuurlijk ook heel goed geëindigd in het tweede seizoen zelf. Sinds dat die Oscar Garcia gekomen is, is OHL heel goed beginnen spelen. Eupen, spijtig genoeg, ook na zoveel jaar in eerste klas gedegradeerd. RWDM ook. Is de eerste klas gekomen, direct teruggedegradeerd. Kortrijk, op randje van degraderen, maar toch tegen Lommel op 2 wedstrijden toch gewonnen en dan toch in eerste klas gebleven. Charleroi heeft OHL heeft gewonnen tegen Mechelen op de laatste speeldag. Waardoor dat Charleroi 13e geëindigd is. Toen stond OHL 12e. Dan Standaard 12e. Westerlo 11e. En door de goede play-offs te spelen. Allee, OHL heeft wel redelijk goed gespeeld in de play-offs.
wel punten gepakt. En het enige geëindigd, Sint-Truiden net boven ons, dan Kamerwegge en A-Gent. Dus het, waren eigenlijk wel, het was eigenlijk wel een tof seizoen om te zien. Dan eerste klas, allee, play-off 1 was echt wel goed. Maar als OSL nu nog zo'n seizoen draait, zoals vorig seizoen, dan dalen we. Dus ja, ik wil je guys heel erg bedanken voor het kijken naar deze nieuwe video. Ja, binnenkort dus ook weer mijn voorspelling van Jupiler Pro League seizoen 2024-2025. Dus ja, ik zie jullie guys graag terug bij een nieuwe video. Dat gaat dinsdag zijn. Gaat een EA FC 24 video zijn. Ik zie jullie guys dan. Bye bye! Yeah.